Ik neem je mee naar een reis naar jezelf. Een reis naar jezelf, wie je ten diepste bent. Ga lekker liggen en lig zoals het voor jou goed voelt. Je kunt in alle tijden je houding veranderen en je kunt kijken wat voor jou prettig is. Je kunt meedoen met wat er gezegd wordt. Maar je kunt ook gewoon luisteren. Fijne reis. En dan gaan we beginnen met de ontspanning. Ontspannen zijn wie je bent. Ontspannen voelen wie je bent. Ontspannen mogen zijn. Zijn wie je bent. Want jij bent de belangrijkste persoon in jouw leven. Jij bent alles waard en jij mag er helemaal zijn. Ga met je aandacht naar je voeten en geef je voeten de boodschap ontspan. Ga je met je aandacht naar je onderbenen en ook die geef je de boodschap ontspan. Je bovenbenen. Ga je met je aandacht naartoe en ook die krijgen de boodschap ontspan. Je benen liggen nou zwaar op de onderlaag en dan ga je naar je billen. Voel hoe die de onderlaag raken en ook die krijgen de boodschap ontspan. Dan ga je naar je onderrug. Ook daar mag je de boodschap ontspan geven. Je bovenrug. Ontspan je bovenrug maar. En voel hoe je al zwaarder op de onderlaag ligt. Adem een paar keer lekker diep door. Waarbij je buik uitzet bij een inademing. En weer rustig teruggaat bij een uitademing. Dan ga je met je aandacht naar je schouders. En ook je schouders mag je ontspannen. Laat de last die op je schouders ligt maar los. Die hoef je niet te dragen. Ontspan je schouders. En je armen mag je ontspannen. En je nek ontspant. Je hoofd voel je zwaar liggen. En dan ga je naar je gezicht. En alle spiertjes in je gezicht mag je ontspannen. Je kunt nog even een grimas maken waarbij je alles aanspant en weer loslaat. Dan ga je naar je keel. Je keel de ruimte geven om te ontspannen. Maak je keel wijd en ruim. En laat de woorden die je altijd ingeslikt hebt, maar los. Dan ga je naar het borstgebied, ook daar ontspan je. En dan ga je naar je buik. En ook die ontspant. En dan kom je weer bij je bekken. En bij je yoni. En ook daar ontspan je alle spieren. Misschien denk je, nou dat lukt me niet, maar probeer het maar. Ontspan maar. Zo lig je heel zwaar en rustig op de mat of op je bed of op de grond. En dan leg je één hand op de yoni en de andere hand op je hart. En voel maar wat het met je doet. Voel hoe het is om je hand op je hart te leggen.
om de liefde voor jezelf te gaan voelen. En voel hoe het is om je hand op je yoni te leggen. Je kostbaarste bezit. Je diepste zijn. En voel hoe deze twee zich met elkaar verbinden. De liefde voor jezelf en je yoni. De yoni die al zoveel eeuwen verguisd is, er eigenlijk niet mocht zijn en die zo respectloos behandeld is. Voel maar hoe jouw liefde voor jouw yoni kan laten stralen. Voel maar. En dan gaat je hand van je hart langzaam naar je yoni. En glijdt heel langzaam over je buik naar beneden. En dan ligt je hand die van je hart komt samen met je andere hand op je yoni. En voel maar hoe dat is. En voel en zeg maar tegen je yoni, ik hou van je. Je mag er helemaal zijn. Wat er ook gebeurd is, ik hou van je. En ik zal je beloven dat ik goed voor je zal zorgen. Misschien heb ik je veronachtzaamd, maar vanaf nu ga ik heel goed voor je zorgen. Ik laat niets gebeuren wat ik niet wil. Nooit meer. En dan glij je met je beide handen naar de plek waar je eierstokken zitten. En ook daar laat je je handen rusten. En voel maar onder je handen. En geef je eierstok energie met je handen. En dan gaan je beide handen naar de plek waar je baarmoeder zit. En leg je beide handen op de plek van je baarmoeder. En ook daar laat je de warmte van je handen in je baarmoeder stromen. En dan glij je langzaam met die twee handen opzij vanaf je heupen naar boven, naar je borsten. En daar leg je je beide handen neer. En tegen je borsten zeg je ook, jullie horen bij mij. Ik hou van jullie. En of ze nou groot zijn of klein, zij horen bij wie je bent. Voel hoe je borsten zacht worden onder je handen. En ook je borsten beloof je dat je er nooit meer iets mee zal laten gebeuren wat je absoluut niet wil. En dan gaan we langzaam het lichaam strelen. We gaan geen plekje overslaan. We glijden weer naar beneden. Heel langzaam. Tot je weer op je heupen bent. En naar je venusheuvel. En daar laat je je vingers even rusten. En glijden je vingers terug door het midden van je buik, je navel, tussen je borsten door, over je borsten heen en weer opzij naar beneden. Heel langzaam en behoedzaam tot ze weer op de venusheuvel liggen je vingers. En voel maar wat deze simpele strijking met je doet. Voel aandachtig, wees aandachtig onder je handen. En glij weer opnieuw met beide handen naar boven, over je borsten. Je kunt even met de handpalm draaien over je tepels.
En laat je handen even liggen. Voel wat het met je doet om zo liefdevol de aandacht te geven aan je borsten. Dan glij je weer naar beneden tot je handen weer op je heupen liggen en je vingers naar beneden reiken naar je liesen. En als je je voeten bij je billen zet, dan kun je ook je benen meenemen. Je bovenbenen, die je tot je knieën strijkt. En aan de binnenkant weer terug omhoog gaat. Tot je weer bij je liesen bent. En ook daar, die strijking, voel je bewust. En dan ga je naar je heupen. En strijk aan de buitenkant van je bovenbenen naar je knieën. En leg je handen even op je knieën. En voel hoe het is om de warmte van je handen te voelen op je knieën. En ook hier strijk je weer aan de binnenkant van je benen omhoog. Tot je handen bij je liezen liggen. En daar laat je ze even liggen. En voel wat deze strijkingen voor je benen hebben gedaan. Nu gaan we met twee handen naar het linkerbeen. En we strijken en strelen het linkerbeen helemaal tot aan de voet. Je trekt je been op en je houdt je voet vast. Je voet die je altijd draagt en overal heen brengt. Voel de dankbaarheid voor je voeten en hou ze even vast. En dan strijk je weer langzaam omhoog, langs je kuiten, naar je knieën, langs je bovenbenen, helemaal weer omhoog. En leg je handen even op je buik en voel wat deze streling van je been gedaan heeft. Voel ook het verschil tussen je linkerbeen die je gestreeld hebt en je rechterbeen. En dan ga je met je aandacht en je handen naar je rechterbeen en die streel je ook helemaal van boven naar beneden, langs je knieën, je kuiten, tot aan je voeten. En ook hier hou je je voet vast. En bedank je die voet dat je altijd draagt en brengt waar je heen wil. En dan langzaam glij je weer omhoog met je handen tot aan je knieën en je bovenbenen. Leg je handen weer op je buik. Voel wat deze eenvoudige streling van je handen met je benen gedaan heeft. En dan glij je weer met beide handen naar boven, tot aan je borsten en dan laat je je handen weer even liggen. Je glijdt met je linkerhand nu naar je rechterschouder. En daar blijf je even liggen, om je schouder te koesteren van alle zorgen en alles wat je altijd maar op je schouders hebt gedragen. De warmte van je hand helpt om dat te mogen loslaten. En ook dan glij je langs de buitenkant van je arm met je hand naar beneden. En ontmoet je je andere hand.
die pak je even samen. En dan glij je met je linkerhand aan de binnenkant van je rechterhand weer omhoog. Rustig, zachtjes, liefdevol. En je glijdt terug naar je linkerborst. Je rechterhand leg je weer op je rechterborst. En voel hoe deze strijking, wat die gedaan heeft met je rechterarm. En dan glij je met je rechterhand naar je linkerschouder. En ook hier glij je aan de buitenkant van je arm naar beneden, naar je hand. En je houdt je handen even samen. En samen laat je één hand los en de rechterhand glijdt aan de binnenkant van je linkerarm weer naar boven. En blijft even liggen op de schouder. Je linkerarm en je linkerhand leg je op je rechterschouder om jezelf even te koesteren. En zeg maar, ik hou van je. Ik ben de belangrijkste in mijn eigen leven. En dan glij je je handen weer via de schouders naar de borsten en naar beneden. Over je ribbenkast en je buik. Terug naar je liezen, waar je ze weer rustig laat liggen. Je ademt lekker diep door. En je voelt misschien wat deze strijkingen al met je lichaam gedaan hebben. Dit kun je nog even een tijdje zo doordoen. Ik zal mij stilhouden. En dan kun je zelf nog een keer de strijkingen van je buik en je borsten, naar boven en naar beneden, je benen, je voeten, terug omhoog en je armen zelf doen. In een rustig tempo, voel elke centimeter van je lichaam en geniet ervan. Je mag er zijn. Jij bent de belangrijkste in jouw eigen leven. En als je je lichaam gestreeld hebt en gevoeld hebt, ga je weer van onderuit je buik omhoog met je vingers. Langs je borsten, naar je keel en naar je gezicht. En ook daar streel je je gezicht, je wangen, je kin, je mond. Je ogen, je voorhoofd. En wijs maar blij met wie je bent. Dat doe je nog een paar keer. Je gezicht zachtjes strelen, liefdevol. Een aai over je bol die je misschien zo graag had willen hebben. Geef het aan jezelf, want jij bent de belangrijkste in jouw leven. En ga je weer terug via je gezicht, je borsten naar beneden. En
leg je weer je handen op je buik. En dan ga je op je buik cirkelende bewegingen maken met je beide handen. Helemaal tot aan je venusheuvel en naar boven tot aan je ribbenboog. Je kan dat heel zachtjes doen of alleen met je vingertoppen. Kijk wat voor jou fijn is. En dan glij je weer een keer naar boven, naar je borsten. Die begin je ook te cirkelen. Eerst grote cirkels. En die worden steeds kleiner. Tot je je tepelhof bereikt. Daar cirkel je ook een paar keer omheen. En dan raak je je tepels aan. En ook die cirkel je. En laat je je vingers rusten op je tepels en je doet even helemaal niks. Voel maar wat het met je doet. Voel wat er in je gebeurt. En dan langzaam glij je met je vinger weer naar het midden van je lichaam. Glij je naar beneden. Over je navel. Tot aan de venusheuvel. En daar ga je met je vingertoppen kleine druppeltjes regen maken. Je tikt op je venusheuvel. En je doet net alsof je kleine druppeltjes regen maakt. Je tikt je op het gebied van je eierstokken. Op het gebied van je baarmoeder. En maak je zo het hele bekken lekker wakker. Je kunt het ook met al je vingers tegelijk doen. Een tikje op je baarmoeder. Je tikt op je eierstokken en op je venusheuvel. En dan leg je je handen op je yoni. Je wijsvingers liggen op de buitenste venuslippen. En voel maar. Voel maar wat het met je doet om zo jezelf liefdevol aan te raken. En dan geef je wat druk op je venuslippen. En dan laat je de druk weer los. En dan geef je weer wat druk. Laat maar los weer en wat meer druk. Als je wat druk geeft, kun je onder je venuslippen kun je wat masseren. Onder je venuslippen zit de verbinding met je parel. Je parel heeft zijn vertakkingen onder je venuslippen. Dus als je je venuslippen masseert, dan masseer je indirect je parel. Adem maar even lekker mee door. Je kan wat rondjes draaien. Je kan zachtjes eroverheen. Je kan ook nog in je liezen even zacht masseren. Voel maar wat het met je doet om zo liefdevol en zacht je buitenste venuslippen aan te raken. Ga er zo een tijdje mee door. Van beneden naar boven.
En dan doe je wat minder druk of wat meer druk. Dan pak je je venuslippen, je buitenste venuslippen, tussen duim en wijsvinger. En zo masseer je ook je buitenste venuslippen. Voel wat goed voor jou voelt en wat je fijn vindt. En dan glij je in het gaatje tussen je binnenste en buitenste venuslippen door. En ook daar glij je weer beneden naar boven. En ook daar kun je wat meer druk zetten, wat rondjes draaien. Geniet van het gevoel wat het je geeft. Trek je vinger helemaal door tot boven je parel. En daar kun je wat druk geven. En dan kun je een rondje draaien rond je parel. En dan glij je weer tussen de binnenste en de buitenste venuslippen naar beneden. En weer omhoog. En je maakt weer een rondje rond je parel. Je kan ook wat van beneden naar boven glijden. Boven naar beneden. Doe maar wat voor jou goed voelt. De zachtheid en de liefde. Is het belangrijkste. Het gaat erom dat je jezelf koestert. Alles wat er in en aan je zit. Dan kun je weer de buitenste venuslippen masseren naar beneden. En weer lekker naar boven. En dan ga je weer tussen de binnenste venuslippen door. En zo kun je naast je binnenste venuslippen, als je in de geultjes ligt, je vingers tegen elkaar aandrukken. En dan kun je zo de binnenste venuslippen ook wat masseren. En zo kun je nog een tijdje doorgaan met wat je zelf het prettigste vindt. Je buitenste venuslippen, je binnenste venuslippen, je parel. Je kunt ze allemaal zacht en liefdevol aanraken. Dan kun je een vinger op de opening leggen. Voel hoe het is om je vinger daar neer te leggen. Je hoeft niks, je hoeft alleen de vinger te laten liggen. Voel wat er met je gebeurt als je liefdevol daar een vinger legt, met aandacht. En dan kun je ook daar zachtjes rondjes draaien bij de opening. Zacht en liefdevol. Als je wil, kan je, als je vagina zich opent, kun je een vinger naar binnen brengen. Alleen
zacht en liefdevol. Zonder doel, kennis maken. Hoe is het met jou? Voel je je fijn? Wat wil je me zeggen? Langzaam haal je vinger er weer uit en ga je weer langs je buitenste liefdeslippen. En weer een beetje op en neer. Leg je weer je hand op je yoni en een hand op je hart. Je hebt je lichaam liefdevol aangeraakt. En je kan dat natuurlijk zelf doen en daar net zoveel tijd voor nemen als je zelf wil. Als je maar genoeg aandacht geeft, langzaam en liefdevol. Ik wens je een liefdevol zijn met jezelf.